hebben wij thematisch beperkt tot drie onderwerpen. Zo willen wij het hebben over de manier waarop televisiebeelden worden opgenomen, of met andere woorden, hoe een camera werkt en welke verbeteringen daar te verwachten vallen. Voorts willen wij het hebben over de beeldbewerking. Dit is wat men zoal kan gaan aanvangen met de signalen die van een camera afkomstig zijn. En tenslotte willen wij aandacht besteden aan de beeldweergave en hoe ook daar gestreefd wordt naar een voortdurend opdrijven van de kwaliteit. Dit sluit dus in dat andere elementen, denk aan teletext of stereogeluid, niet aan bod zullen komen. Wat niet betekent dat ook dit geen belangrijke ontwikkelingen zijn, maar als zodanig blijven het toch nevenfenomenen naast die verworvenheid om op afstand bewegende beelden te kunnen waarnemen. De aftasting van een beeld valt te vergelijken met de manier waarop we een tekst lezen. We lezen ook niet een volledige pagina in één keer, maar letter na letter, woord na woord. Met een televisiebeeld gebeurt iets gelijkaardigs. Daar een televisiebeeld ook niet in één keer kan worden uitgezonden, neemt men de scène punt na punt op en stuurt alle punten, het ene na het andere, naar het televisiescherm. Dit kan met de schijf van Nipkow, waarin kleine gaatjes steken in spiraalvorm. Hier zijn dat er 30. Als we door het rechthoekig venster kijken en we laten de schijf draaien, dan zien we het bovenste gaatje van rechts naar links door het venstertje lopen en een lijn beschrijven. Juist op het moment dat het eerste gaatje verdwijnt links achter het venster, komt het tweede gaatje tevoorschijn rechts, dat wegens de spiraal iets lager staat dan het eerste gaatje. Er wordt nu een lijn beschreven, iets lager, enzovoort voor de andere gaatjes. Bij elke omwenteling van de schijf wordt het voorwerp erachter punt per punt bekeken. Als de schijf voldoende snel draait, zullen we door de traagheid van ons oog de voorbijvliegende gaatjes niet meer afzonderlijk kunnen zien en dan krijgen we de indruk van een volledig beeld te zien van het voorwerp erachter. Vervangen we ons oog door een fotocel, dan zal die een elektrisch signaal leveren dat evenredig is of analoog aan de helderheid van het deel van het voorwerp dat zich op dat moment voor het gaatje bevindt. Ja, kijkers, en we hebben ook een gast vanavond die we heel graag verwelkomen. Het is namelijk Mrs. Baird. Mrs. Baird is de dochter van de befaamde John Logie Baird en die man is eigenlijk de eerste die een televisieapparaat bouwde. Mrs. Baird, very welcome here in the studio. We are happy to meet you here and to be one of us. Welcome. Thank you. En bij ons ook, kijkers, is de heer Alais. De heer Alais is docent aan de Industriële Hogeschool van het Rijk in Gent. Hij heeft een werkende reconstructie bij van een televisietoestel met Nipkow-schijf. Via een computertussenstap slaagt hij erin stilstaande beelden weer te geven. En dit effect gaan we even bekijken. Ja, meneer Alais, onze vraag is nu waarom al die gesofisticeerde tussenschakels, tussenstappen eigenlijk, om uiteindelijk toch nog geen bewegend beeld op te roepen. Ja, de Nipkow-schijf werd in de beginjaren van de televisie gebruikt zowel voor de opname van het beeld, dus de camera, als voor de weergave. Wij beschikten over één schijf en daarom hebben wij een zestal jaren geleden aan twee studenten de opdracht gegeven om een beeld op te nemen en een elektronisch geheugen te stoppen en het dan met de microprocessor uit te sturen naar de Nipkow-schijf. Ja, had men dan niet even goed een camera kunnen reconstrueren? Ja, mochten wij onverhoopt nog een tweede schijf in handen krijgen, dan maken wij een camera. Daar wachten wij dan op? Ja, daar wachten wij op. Dank u. Nu, de eerste camera van Baird was een primitief apparaat met fietskettingen en meer van die toestanden. Daar gaan we nu even naar kijken. Baird's eerste camera staat thans opgesteld in het Science Museum te Londen. Het systeem werkte met 16 lijnen. Well, his
method was very wasteful of light, because only the light on the particular point that was being scanned was being used. All the rest of the light was wasted. So he roasted his subjects. It was all right for a dummy, but for a person it was very hot. Later, of course, he learned to use the flying spot method, which was much better. But this equipment here was not even the 30 lines that he used later. It was only 16 lines interlaced into two sets of eight. Het aanwenden van kathodestraalbuizen voor de beeldweergave zou de weg effenen naar een vol elektronisch tv-systeem waarbij eerst aan ontvangstzijde schijf en motor voorgoed werden opgeborgen. Well, he was dropped because he was very slow to recognize that electronics was the way that television would be accomplished. After all, Campbell Swinton had predicted that electronics was the key to television in 1911. And in the 1920s, Baird was still using electromechanical methods. He tried to get a camera, an electronic camera, the Farnsworth image dissector, but it was not a good camera. And when the television service opened in 1936, and the BBC's 405 line system that Marconi EMI had devised, when that was alternated week and week about with the Baird system, which used intermediate film, it was very obvious that the Baird system didn't stand a chance, and after 3 months it was dropped. This was of course the Baird 240 line system. Het nu volgende fragment, kijkers, werd een paar uur geleden opgenomen om het u makkelijker te maken, omdat wij een ondertiteling verkozen boven simultaan vertaling. Mrs. Baird, we find in literature that your father, the late Mr. Baird, in the earlier 30s, was already busy with color television, even broadcasting to the United States of America. Do you remember that time? And if yes, what's right or wrong about it? Well, he did broadcast to the United States of America, but not in color. It was an experimental broadcast in 1927 to New York, and it was also received by a liner in the Atlantic. He went to New York to try and start a company in the 30s, but there was some law against foreigners, so that never got off the ground. Mm-hmm. Color television he started in 1928 with a transmitter rather like the one you have here. He got the color by putting three filters in front of their holes and combining the three colors, red, blue, and green. The staff particularly enjoyed strawberries. It came out well. Although we have heard about your father, that in fact he didn't accept television based on electronics because he wouldn't give up his own system. Is that true? Well, he kept mechanical television going when he was trying to get the BBC to accept his system, partly for lack of finance. He hadn't got a big company behind him. Mm-hmm. And partly because mechanical television compared quite favorably with electronic television in those days, although electronic television has since become the television of the future. We bevinden ons hier in een van de binnenstraten van het omroepcentrum voor de nieuwste reportage-eenheid van de BRT. Deze mobiele productie-eenheid is uitgevoerd volgens de recentste technologische verwezenlijkingen op het gebied van de videotechniek. Qua concept en uitvoering bezit deze eenheid ongeveer dezelfde faciliteiten als een normale productiestudio. De Oofwagen bevat benevens de beeldregie, de geluidsregie en de totale elektronische infrastructuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze eenheid meer dan 20 ton weegt en een lengte heeft van ongeveer 11 meter. De vier vaste camera's, zoals u er één ziet hier, die maken gebruik van de nieuwste technologie, onder andere van een microprocessor of van een microcomputer, voor de afregelingsprocedures. Een draagbare camera, die je hier ziet en die hier gedragen wordt met een speciaal draagstel, Steadicam genoemd. Dit is een harnas, voorzien van F-bomen en veren, die het mogelijk maken de camera stabiel te houden, ook wanneer de cameraman bepaalde onverwachte of moeilijke bewegingen moet uitvoeren. We zullen hem even volgen wanneer hij een trap gaat bestijgen. En dan zullen wij overgaan op het beeld van de Steadicam om u het meer duidelijk te laten zien.
U ziet nu het beeld van de Steadicam. Hij zal nu de trap gaan bestijgen. Is nu binnen in de wagen. Tot daar deze eerste kennismaking met deze moderne productieeenheid. Straks zullen we een kijkje nemen in de beeldregie. De mechanische televisie kende heel wat tekorten. Onscherpte door de grootte van de gaatjes en het beperkt aantal lijnen, beeldflikkering door het beperkte toerental van de schijf en tenslotte gebrek aan helderheid. Die lage helderheid kwam voort van de kleine afmetingen van de gaatjes, die echter niet groter mochten worden gemaakt, omdat dan weer de scherpte zou afnemen. Om al die redenen zocht men naar een vol elektronisch systeem. Vergeten we ook niet dat de kathodestraalbuis al in 1897 door Carl Ferdinand Braun ontwikkeld was. Maar het probleem lag vooral aan camerazijde. In 1934 vond de Amerikaan Farnsworth zijn zogenaamde beeldontleder uit die elektronisch werkte zonder bewegende delen, maar hij was duidelijk geïnspireerd door de Nipkow-schijf. We zullen er dan ook een gaatje in vinden dat elektronen al dan niet doorlaat. We zien deze beeldontleder in doorsnede. Hij bestaat uit een luchtledig gemaakte glazen cilinder en tegen de voorkant ligt een zogeheten fotokathode die elektronen uitstraalt als ze worden belicht. Hoe meer licht, hoe meer elektronen. Achteraan staat een zogenaamde elektronenvermenigvuldiger met een klein gaatje. Om nu de elektronen van elk punt van de fotokathode de ene na de andere door het gaatje te laten vallen, beveelt men de gehele bundel elektronen van links naar rechts te bewegen en gelijktijdig op en neer te gaan. Het is alsof het gaatje nu stilstaat en het gehele beeld wordt bewogen. Dit heeft het mogelijk gemaakt het aantal lijnen op te drijven van 405 in Engeland en 441 in Duitsland. Tegenwoordig gebruiken wij in Europa 625 lijnen. Maar de buis vereist veel licht om een goed beeld te verkrijgen, want zoals hier op de tekening te zien is, gaan de elektronen die niet in de elektronenvermenigvuldiger terechtkomen, verloren. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er dan een hele reeks camerabuizen uitgevonden die die elektronen wel gebruikten en waarvan er hier een paar voorbeelden op tafel staan. Dit zijn beeldorticonbuizen die nogal groot uitvallen. Maar toen men kleurentelevisie wenste te maken, diende men camera's te bouwen met drie dergelijke buizen. En daarvoor waren deze orticons toch wel te groot. Ondertussen waren de buizen van het Fidicon-type verschenen die een stuk kleiner waren. In de studiocamera's die we hier hebben, worden buizen van dit kaliber gebruikt. In de modernste draagbare camera's vinden we hetzelfde type, maar veel kleiner. Ten slotte de dwerg. Maar dat is geen buis meer, enkel een geïntegreerde schakeling. Een chip, zo men wil. Hij wordt CCD genoemd, hetgeen de afkorting is van het Engelse Charge Coupled Device. De belangrijkste troef van een Charge Coupled Device camera, of sensorcamera, is haar compactheid, waardoor ze zeker haar weg zal vinden bij algemene videotoepassingen. Vooral omdat effecten als nasleep en inbranden gevoelig zijn afgenomen. Hoofdbestanddeel is een chip waarop lichtgevoelige stippen zijn aangebracht, de zogeheten pixels. Eén zo'n pixel bestaat feitelijk uit drie lichtgevoelige punten, één voor iedere hoofdkleur. De lijnaftasting gebeurt dan door ultrasnel om te schakelen van één pixel naar een volgende enzovoort. Nadeel is wel dat het aantal pixels op één kleine oppervlakte fysisch beperkt blijft. Daarom haalt zo'n camera nog niet de vereiste scherpte voor studiogebruik. Voor kleurentelevisie moet het opnamebeeld in drie hoofdkleuren worden opgesplitst. Door gebruik te maken van half doorlatende spiegels en kleurenfilters, wordt het beeld naar drie opnamebuizen geleid.
Die nemen respectievelijk de blauwe, groene en rode beeldgedeelten op. In televisie zijn de hoofdkleuren verschillend van die in de druktechnieken. Met drie diaprojectoren kunnen we aantonen dat door menging en dosering alle tussenkleuren kunnen worden bekomen. Rood en groen samen geven bijvoorbeeld geel. Of blauw en rood samen geven purper. En als we rood plus blauw plus groen mengen, verkrijgen we wit zoals in het midden hier te zien is. De informatie van de drie basiskleuren wordt niet afzonderlijk doorgestuurd, maar onder gecodeerde vorm. Daarvoor staan dan namen als PAL of SECAM naar gelang de gevolgde werkwijze. Op het weergavescherm zijn drie soorten stippen aangebracht. De zogeheten luminoforen. Die rood, groen of blauw licht uitstralen als ze door een elektronenstraal worden getroffen. Het spreekt vanzelf dat zowel aan zend- als aan ontvangstzijde onze drie basisbeelden precies over elkaar moeten vallen. Wat er gebeurt als dit niet zo is, laten wij u even zien met een opzettelijk ontregelde camera. Het over elkaar laten vallen van de beelden noemt men ook het afregelen van de convergentie. Bij sommige types van beeldbuizen is die afregeling minder kritisch, omdat er nog slechts één elektronenkanon gebruikt wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de trinitronbeeldbuis. Bij weergave zal de kathodestraalbuis wel nog een tijdje in gebruik blijven. En zelfs dit vlakke scherm, overigens slechts een zwart-wit toestelletje, werkt nog met een beeldbuis. Wat niet betekent dat er in laboratoria niet gezocht zou worden naar een volledig nieuw concept. Het vlakke kleurenscherm is nog in volle ontwikkeling en werd eerder al getoond in Veroverde Aarde. Naast prototypes met vloeibare kristallen, die vooral bij kleine schermformaten zijn aangewezen, maakt dit Japans ontwerp gebruik van snel reagerende gasontladingsbuisjes. De schermdiepte bedraagt slechts 6 mm. Of een dergelijk scherm op betrekkelijk korte termijn kans maakt, blijft vooral een markteconomisch gegeven. Bij een televisiestudioproductie wordt omgeschakeld tussen meerdere camera's. Benevens technische afregelingen, zoals de convergentie, is het ook zaak de kleurendosering bij de verschillende camera's onderling zo goed mogelijk gelijk te krijgen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een grijskaart, waarop een reeks tinten tussen zwart en wit. De opname van twee of meer camera's worden dan in een opgesplitst beeld vergeleken en bijgesteld. Een soortgelijke afregeling gebeurt ook bij filmweergave, nog altijd een veelgebruikte beelddrager in het televisiebedrijf. De film wordt uitgelezen in een filmaftaster, een unit waarbij filmprojector en tv-camera in één huis werden ondergebracht. Zo nodig kan een verschillende correctie per filmsequentie worden ingesteld en vooraf op een ponsband ingetoetst. We bevinden ons hier in de beeldregie van de reportagewagen. Daartrap heb ik gezegd dat de vier camera's gebruik maken van een microcomputer en een digitaal controlesysteem voor de automatische instelling en afregelingsprocedures. Wel, hier ziet u deze centrale controle-eenheid die al deze regelingen op een automatische manier mogelijk maakt. Een ander belangrijk element dat de laatste jaren een grote technologische evolutie heeft gekend, is de beeldmenger. Het medium televisie laat namelijk toe meerdere beeldbronnen gelijktijdig of afwisselend of gecombineerd in eenzelfde tv-programma te gebruiken. Het centrale toestel
dat deze continuïteit, de opeenvolging of de realiteit of de relatie tussen die verschillende beeldbronnen bepaalt, is de beeldmenger. Moderne beeldmengers zoals deze hier maken gebruik van microprocessors. En ze laten een uitgebreide waaier van trucages en beeldbewerkingen toe. Om dit te illustreren zullen wij enkele eenvoudige trucages maken. Een eerste trucage is een gewone trucovergang op basis van elektronisch opgewekte schablonen. We laten nu een overgang zien van een roterende trucfiguur. Nu gaan we een overgang realiseren naar een begrensde figuur. We kunnen nu die figuur gaan de afmetingen van wijzigen. We kunnen ook de geometrie wijzigen. We kunnen ook elektronisch gegenereerde kleurachtergronden geven, die we dan kunnen laten moduleren met bepaalde signalen. En we zullen in dit signaal nu ons eigen beeld invoeren via een digitale effectengenerator die ons beeld verkleind heeft op een vierde. Dit zijn enkele van de tientallen mogelijkheden die moderne beeldmengers ons bieden. Een vrij recente vorm van beeldbewerking is mogelijk met de paintbox of schilderdoos. Een toestel waarmee grafici snel illustraties kunnen ontwerpen, bijsturen, kleuren, animeren enzovoort. Daarbij vervalt iedere tussenstap met papier, want door integratie van computertechnieken verschijnt het resultaat rechtstreeks op een monitor. De goed bevonden ontwerpen kunnen aanvullend nog worden opgeslagen in een geheugenbank. Videomontages gebeuren met beeldbandapparatuur. In beginsel gaat het om kopiëren van de gewenste fragmenten in de juiste volgorde en wordt de band niet echt verknipt. Dit in tegenstelling tot film. Het ganse proces verloopt afstandsbediend. Registratie van bewegende beelden op magnetische band vergt zekere voorzorgen. Zo heeft men, om de bandsnelheid te drukken, een beroep gedaan op roterende magneetkoppen. Omdat ze zichzelf verplaatsen tegenover de al bewegende band, ontstaat een hoge relatieve schrijfsnelheid die volstaat om de signalenstroom te verwerken. Ieder beeldraster krijgt een gecodeerd referentienummer. Dat helpt bij het automatisch opsporen en proeflassen. Ja, kijkers, we zijn hier terechtgekomen in een van de BRT-montagecellen van de televisie, waar Jan Klaarhout en zijn medewerkers bezig zijn met de generiek van het welbekende programma Horizon. Jan Klaarhout, wat zijn jullie precies aan het doen? We hebben zo net het beeld van een ruimtevaarder afgemaskerd met de bedoeling het isoleren van bestaand videobeeld. Danny zal nu met behulp van de ADO, dat is een digitale effectengenerator, het beeld genereren. Luc zal het dan later op beeldband opnemen. Ja, kunnen we het eens even bekijken? Jawel. Met de ADO kunnen we dus beelden digitaal verwerken. We kunnen ze laten wentelen, we kunnen ze vervormen, we kunnen een pseudoperspectief geven, we kunnen er allerlei dingen mee doen. Dat wil dus zeggen dat we hier in dit geval de ruimtevaarder die weg binnen het beeld kunnen laten afleggen, die past binnen het concept van de generiek voor Horizon. Een concept dat op voorhand in de vorm van een storyboard en met medewerking van de realisator Eddie Bartsoen, de realisator van dit programma, tot stand kwam. Nu, dat toestel, de ADO-systeem, daar is een aanvullende eenheid op de markt al gekomen waarmee de mogelijkheden nog verruimd worden. Daarover gaan we trouwens direct meneer aan het woord laten. Wij blijven nog even met de camera in deze montagecel en zo dadelijk krijgt de heer Christian Dumont het woord.
l'avantage des systèmes modernes de manipulation d'images tels qu'ADO est le fait qu'ils sont basés sur un processeur central universel tel les ordinateurs modernes. ADO étant un système numérique, il suffit d'y adjoindre un nouveau logiciel afin d'en augmenter les capacités. Qu'entend-on par postérisation? Une image, pour être reproductible de façon fidèle, doit comporter une multitude de niveaux luminance. Si vous diminuez le nombre de niveaux reproductibles, vous créez un effet de postérisation que vous pouvez voir à l'écran pour l'instant. Si maintenant vous agissez sur le niveau chrominance, c'est-à-dire l'information couleur de l'image, vous créez un effet de solarisation couleur. Et si vous agissez sur le niveau de luminance de cette image, vous créez un effet de postérisation et de solarisation luminance jusqu'à inversion même de la luminance de cette image. Lorsque l'image est digitalisée, vous avez transformé cette image en une suite de nombres binaires, et si vous ne prenez qu'un ou deux de ces nombres binaires sur une série, vous obtenez à ce moment un effet de mosaïque. Mosaïque, bien sûr, qui est variable dans l'axe X et l'axe Y, donc en largeur et en hauteur, ce qui vous permet d'obtenir des images composées non plus maintenant de points, mais composées de petits rectangles. Et ces petits rectangles, bien sûr, sont variables à souhait, suivant les paramètres de digitalisation que vous donnez à l'équipement. Een van de mogelijkheden om de beeldkwaliteit van de televisie te verbeteren is het opdrijven van het aantal lijnen. De zogeheten hoge definitie televisie. We hebben hier zo'n toestel geschakeld aan een karaktergenerator. En aan de heer Verbrugge zouden we willen vragen wat er nu nog precies Belgisch is aan dit toestel. Want ik meen te weten dat jullie gebruik maken van een Japanse beeldbuis, als ik het niet verkeerd hoor. De beeldbuis van het toestel is inderdaad in Japan ontwikkeld. Met steun van NHK, een van de grote initiatiefnemers voor de HDTV-experimenten. NHK is het Japanse tv-station. De elektronica van het toestel werd volledig bij Barco Industries in Kortrijk dus ontwikkeld. Die elektronica laat ons toe 1125 lijnen zichtbaar te maken met een hoeveelheid informatie die ongeveer 5 keer deze is van een normaal tv-systeem. Wat zijn dan precies de voordelen op korte termijn? Voor dit soort dergelijke ontwikkelingen mag men niet enkel op korte termijn zien. Wij leveren nu een aantal prototypes aan verschillende laboratoria die daarmee de systemen van verbeterde televisie met elkaar vergelijken. Een norm voor een dergelijk hoge definitie televisiesysteem verwachten wij in de komende maanden of jaren. Een eerste toepassing kan in een gesloten circuit verwacht worden binnen een 5-tal jaar. Bijvoorbeeld voor het elektronisch maken van film. Ja, dankjewel meneer Verbrugge. In volgend fragment gaan wij een kijkje nemen in enkele laboratoria. Vraag is hoe het nu staat met de verdere ontwikkeling. Gaan wij naar volledig nieuwe standaarden of kunnen de huidige systemen alsnog verbeterd worden? Wel is het verbazend wat nu al kan met digitale technieken. Dat is wanneer signalen in codevorm verwerkt worden, een beetje te vergelijken met de werkwijze van een computer. De Japanse hoge definitie TV is een verdere vervolmaking van de bestaande analoge TV en haalt allicht de limiet waarin het klassieke systeem nog te verbeteren valt, zonder evenwel een beroep te moeten doen op digitale technieken. De beelden worden afgetast in 1125 lijnen en er zijn 30 beelden per seconde. De beeldverhouding is 5 op 3. Tot die verhouding werd proefondervindelijk overgegaan. Het hinderlijk flikkeren op sommige van onze opnamen komt doordat onze camera per seconde minder beelden aftast. Voor testen aan het Heinrich Hertz Instituut te Berlijn is er ook een hoge definitie tv met 1249 lijnen, met een beeldverhouding van 2 op 1. Op een klassieke standaard vallen de meeldraden nauwelijks te ontwaren, zelfs niet bij een deelvergroting.
waar ze bij HD-TV al duidelijk zijn in een groot planopname. Diese Qualität, von der ich eben gesprochen habe, wie wir sie uns vorstellen, werden wir drahtlos nicht übertragen können. Und zwar insbesondere nicht in Europa. Terrestrisch ohnehin nicht. Aber auch nicht über Satelliten. Denn wir haben hier einen 12 Gigahertz Bereich zugewiesen bekommen mit einer Kanalbandbreite von etwa 8 Megahertz für das Signal, die eben einfach nicht ausreicht für diese Qualitätsansprüche. Feitelijk is een bandbreedte van 30 megahertz vereist, hetgeen een onhaalbare kaart is, zodat alleen maar over een glasvezelnet overdracht zou mogelijk zijn. Toch zijn er goede vooruitzichten inzake vermindering van de hoeveelheid signalen. Daarop wordt onder meer aan de Universiteit Dortmund onderzoek verricht. Ten bewijze deze standaard-tv-opnamen die tot 1/5 gereduceerd werden en zo al over een gewone telefoonlijn kunnen worden doorgestuurd. Bij sommige van deze technieken worden uitsluitend de beeldwijzigingen doorgeseind. Ander forsingswerk gaat uit van een beeldgeheugen waarmee de bestaande tv-systemen nu al kunnen verbeterd worden. Zo vallen hinderlijk flikkeren, moiré-effecten en bewegingsonscherpte reeds weg te werken. Het moiré-effect ontstaat wanneer op een evenwijdige lijnenstructuur, zoals ons aftastsysteem er een is, een structuur met vluchtlijnen voorkomt. Dit fenomeen wordt dan vooral hinderlijk bij bewegingen. Dieses kann man bekämpfen, indem man mit einer Kamera abtastet mit höherer Zeilenzahl, dann mit einem Bildspeicher, der in vertikaler Richtung eine Filterung macht, zu einem vorgefilterten Bild kommt, das dann mit niedrigerer Zeilenzahl, nämlich im Standard wie bisher auf dem Übertragungskanal, übertragen werden kann. Wobei der Empfänger dann, wenn es ein neuer ist, der einen Bildspeicher hat, aus diesem empfangenen Signal wieder das Hochzeilenbild aufbaut, das dann gar keine Zeilen, keine sichtbaren Zeilen mehr zeigen muss, sondern eben ohne Zeilen, ohne Strukturen das Bild sehr viel natürlicher zeigt, während gleichzeitig auf dem Übertragungskanal der Standardempfänger das Signal kompatibel empfangen kann, also in diesem Fall eben alle Rundfunkverteilsender weiter in ihrer Norm arbeiten können. Enkele voorbeelden die met een beeldgeheugen kunnen worden uitgevoerd. Beide voorgaande werden nu gecombineerd en daarbij aan ontvangstzijde opgedreven naar een hoger lijnenaantal met meer details. Dat zien we in de bovenste beeldhelft. Een bekend fenomeen is de bewegingsonscherpte die als een kamvorm ontstaat door het afwisselend aftasten van pare en onpare lijnen. Een beweging wordt onderkend aan het optreden van een specifiek stoorsignaal. Enkel op die plaatsen in het beeldveld worden informatie van één raster tweemaal doorgestuurd. En het eindresultaat kan al zichtbaar gemaakt worden. In de achtergrond is de moiré verdwenen. En alle bewegende objecten blijven scherp. Das Interessante ist aber, dass wenn wir die Kinoqualität erreichen wollen, dass wir dann über die 1125 Zeilen der Japaner beispielsweise hinaus Verbesserungen erzielen können, mit denselben kompatiblen Verbesserungen, die wir vorher im Standardsystem eingesetzt haben, sodass wir dann dieses System auch noch verbessern können, sodass dann eine vergleichbare Kinoqualität herauskäme, die gerade bei großen Flachdisplays dann wichtig werden wird. De beoogde kwaliteitsverbeteringen zijn slechts zinvol, als ook het beeldformaat wordt vergroot, en dit kan voorlopig nog het beste met projectie. Deze handelsprojector werd omgebouwd voor HD-TV.
Voor een sterk lichthelder beeld wordt een lichtventiel aangewend. Dit betekent dat van een onafhankelijke witte lichtbron meer of minder licht wordt doorgelaten en pas dan wordt bijgekleurd. Wat u nu ziet, kijkers, is projectietelevisie, maar nog altijd voor de bestaande standaard, dus nog niet voor HDTV, hoge definitie televisie, waarbij het opvallende is dat er met rugprojectie wordt gewerkt. Meneer Doucin, dat systeem brengt eigenlijk toch wel een enorm lichtverlies met zich. Wel, eigenlijk niet. Wat u hier heeft bijvoorbeeld is een retroprojector uitgerust met een projectiesysteem dat 3 monochrome beeldbuizen aandrijft. Een monochrome beeldbuis, zoals u weet, heeft geen schaduwmasker, waardoor een groter aantal elektronen de fosforlaag of de luminoforen kunnen bereiken, zodanig dat er een hogere light output of lichtopbrengst is. Verder wordt dit beeldsignaal via een hoogresolutie lenzensysteem en vlakke oppervlaktespiegels gebracht aan de achterkant van dit scherm. Dit scherm is lensvormig of lensstructureel en heeft tot functie om de daarop gerichte stralen horizontaal en verticaal te gaan bundelen, zodanig dat die versterkt worden. Ja, wat mij opvalt is dat men in professionele middens gaat terugkomen van dat Eidofor-systeem en jullie keren er opnieuw naar terug. Inderdaad, dit soort videoprojectoren of direct throw videoprojectoren, dus frontaal, vinden hun toepassing in verschillende situaties. Te beginnen bijvoorbeeld met industriële middens, studiogebruik zoals hier bijvoorbeeld, conferentiezalen, opleidingslokalen en dergelijke meer. Maar het is absoluut niet uitgesloten dat een dergelijk systeem in de toekomst zou kunnen gebruikt worden bij de consumer thuis. En in dat verband zijn verschillende constructeurs van oordeel, niet alleen Europees, maar ook Japanse, dat een videoprojectiesysteem zoals dit bijvoorbeeld betere kansen biedt om op een economisch verrechtvaardigd de wijze te gaan concurreren met een hoogdefinitie televisiesysteem. Oké, dank u meneer Verbrugge. Ik ga samen met de kijker even naar de andere kant van de studio om daar bij de heer De Kuiper terecht te komen. De heer De Kuiper is hier vanwege ITT Digivision. En de naam zegt het zelf, meneer De Kuiper. Wat is er nu eigenlijk al digitaal aan zo'n ontvanger? Wel, een snelcursus in tv-techniek zal ons dat snel duidelijk maken. We hebben hier een functioneel blokschema van een volledig tv-toestel, waarin we links de ontvangstketens zien, rechts de stuurketens. Uiteraard zijn de linkse en de rechtse kringen in het blauw nog analoge kringen. Al wat in het midden is aangegeven, de 4 rode blokken, zijn gedigitaliseerd. Sommen we respectievelijk op de audioprocessor, de videoprocessor en de deflectieprocessor. Deze 3 hoofdfuncties, gedigitaliseerde hoofdfuncties, staan volledig onder controle van een microcomputer. Een microcomputer die het ganse beheer van het tv-toestel, dus het ganse huishouden van het tv-toestel gaat doen. Nu, wat gaat ons dat als resultaat geven? Schijnbaar, en op het eerste zicht, een normaal tv-beeld. Nemen we de werking van de microcomputer echter weg en laten we toe dat het toestel zich ontregelt, dat het toestel veroudert, dan krijgen we op de lange duur een soort een puinhoop van beeld. We krijgen een kleur die niet meer conform is aan het originele beeld en we krijgen een beeldgeometrie die niet meer origineel is. Om nu te bewijzen wat de invloed van die microcomputer is, ga ik de microcomputer in het Digivision apparaat terug in werking stellen door even het apparaat uit te schakelen. En we zien dat nu de microcomputer terug deze 3 gedigitaliseerde kringen volledig onder beheer heeft. Ja, meneer De Kuiper, ik wou toch even vragen, heeft dat allemaal wel zin, zolang er nog geen digitale uitzendingen bestaan? Wel, in de toekomst gaan we zien dat aan het tv-beeld, aan het tv-toestel thuis, meer diensten gaan gevraagd worden, zoals teletext, videotext. En de zin ligt ook niet alleen aan de kant van de consument, maar ligt ook aan de kant van de producent, die steeds meer dieper en dieper moet integreren. Dus hier hebben we bijvoorbeeld de huidige combinatie van digibord, waarop die 4 fameuze kringen staan, met een teletextdecoder. Een toekomstige generatie gaat die 2 borden in elkaar integreren. En het
het toestel wordt uiteindelijk technologisch nog bedrijfszekerder. Oké, bedankt voor uw informatieve uitleg. En ik draai me even om en ga nog een eindje verder, waar ik dan in het bereik kom van de heer Van Oost, die voor Philips hier staat. En waar wij twee items gaan bespreken, heel snel dan waarschijnlijk. Namelijk het eerste, het vlakscherm, dat we hier zo dadelijk zien. Het blijft hier eigenlijk toch wel gaan, meneer Van Oost, om een conventionele beeldbuis. Ja. Maar wat zijn dan die voordelen van dat vlakscherm? Inderdaad, meneer Segers, het is een conventionele beeldbuis, maar met een ander scherm, is te zeggen, met een scherm met rechte hoeken. En het scherm zelf is vlak. U vraagt wat zijn de voordelen. Uiteraard zijn daar een aantal voordelen aan verbonden. Door het feit dat de hoeken dus niet meer afgerond zijn en recht zijn, winnen we ongeveer 8% aan beeldoppervlakte. Het scherm is vlak, wat dan wil zeggen dat we minder last zullen krijgen van reflecties van licht wat van buitenuit komt. Dat de kijkhoek groter wordt, dus wanneer men zich niet recht voor het scherm bevindt, kan men dus veel minder vervorming krijgen dan wanneer we dat hebben met een afgerond scherm. Als laatste hebben we dan nog het voordeel dat we toch wel een meer aantrekkelijk uiterlijk aan het toestel kunnen geven door het feit dus dat het scherm helemaal rechthoekig is. Ja. Bij ons, meneer Van Oost, wordt er gewerkt op basis van 50 hertz, dus 25 beelden per seconde. Ja. Ik heb bij u de andere cijfers gehoord. Wat is daarvan waar? Inderdaad, dat is dan een andere opstelling die u hier naast ziet staan. Een opstelling die het mogelijk maakt 50 beelden of 100 rasters per seconde te geven. We krijgen normaal van de zender 25 beelden per seconde of 50 rasters per seconde. In deze opstelling is het zo, die is dus uitgerust met een elektronisch geheugen. Dat elektronisch geheugen maakt het mogelijk de informatie van een volledig beeld op te slaan. En op die manier kunnen we dan in de plaats van 25 beelden, 50 beelden of 100 rasters weergeven. Biedt dat dan eigenlijk wel voordelen voor de gebruiker? Ja, inderdaad. We hebben het daarnet al een paar keer in het programma is er gesproken over het eventuele hinderlijke flikkeringen bij bepaalde uitzendingen. Nou, die flikkeringen die verdwijnen volledig bij die 100 beelden per seconde. Oké, bedankt meneer Van Oost. En dan ga ik nog even voortwandelen in deze studio, dames en heren, om mij te begeven naar deze set, waar ik graag nog even een kleine reactie verwacht van Mrs. Baird, want zij is tenslotte onze eregasten. En Mrs. Baird, I would like to ask you, now we have seen all these experiments and the evolution, the new experiments in television, what do you think about it? I think my father would have been very impressed. Although he'd produced 1,000 line colour television by 1944, he would never have imagined some of the marvels we have now. Oké, okay, thank you. Zij stelde dus dat haar vader eigenlijk zeer verrast zou zijn en aangenaam verrast eigenlijk. Moest hij dat allemaal nog kunnen meemaken hebben, want hij is het tenslotte ook geweest die al kleuren televisie maakte in 1944. Again, thank you for being among us. We have a little present for you. Some flowers. Thank you. So. How lovely. Thank you very much. En wij sluiten af, kijkers, met een paar visies op de onmiddellijke toekomst van de televisie. Denk bijvoorbeeld aan relieftelevisie. Bij volgend fragment is er geen vervelend hulpbrilletje meer nodig. Het opgedreven diepte-effect ontstaat doordat ons brein door ongelijk trillende beeldpartijen in de war wordt gebracht. Overeenkomstig met onze ervaringen in zaken dieptezicht gaan wij dan de verschillende beeldpartijen een plaats toekennen in de ruimte. Alvast bedankt voor de aandacht, ook namens Ribart Soen, regisseur van dit programma.
wir werden eine Verbesserung der Bildqualität haben, ebenso lange, bis das menschliche Auge oder der Mensch die Verbesserung nicht mehr wahrnimmt oder jedenfalls nicht so stark wahrnimmt, dass er dafür Geld ausgeben würde. Das heißt, die Verbesserung des Fernsehens wird so lange stattfinden, bis diese Verbesserung noch bezahlt werden kann, was natürlich wieder abhängt vom Stand der Technik. Und über eine Zeitspanne von 20 Jahren, ich denke, dass die Hochintegration uns in die Lage versetzen wird, in jeden Empfänger Bildspeicher zu setzen. Ich hoffe sehr, dass es auf dem Gebiet der flachen Bildschirme, der Wiedergabegeräte, Fortschritte gibt. Dort ist der eigentliche Engpass. Wenn dieses gelingt, werden wir in 20 Jahren vermutlich flimmerfreie, große Bilder haben, die eine Auflösung haben, wie sie etwa dann rund 1000 Zeilen mit zusätzlichen Verbesserungen, wie sie schon erwähnt wurden, besitzen und eine bessere Vision einer übertragenen Szene bringen und nicht das kleine Guckloch, wie es heute der Fall ist, auf dem kleinen Monitor. Ja, ich möchte da mal zurückgehen auf die Zeit von vor 100 Jahren etwa, als man über ein Fernsehen spekulierte und damals den Begriff des elektrischen Teleskops erfand, so wie es, glaube ich, auch Nipkow schon benutzte. Dieser Begriff ist immer Utopie geblieben bisher, und ich stelle mir aber vor, dass in einer ferneren Zukunft, mit einer Zwischenstufe über unser hochauflösendes Fernsehsystem, es tatsächlich einmal möglich sein sollte, dass man am Empfangsort sich irgendeine Stelle auf der Erde heraussucht, die man sich auswählen lässt, sich herausgeben lässt über eine Vermittlungsstelle, dass man aktuell dabei ist und glaubt, man befindet sich jetzt an diesem fernen Ort. The tool.